Moet je niet hebben, hè? Nee! Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, Jumaa, maar het is ochtend nog, dus eerst naar school en daarna pas naar moskee. Ik ben moe mensen, echt waar. Ik ben lang niet zo vroeg opgestaan. Maar ja, sommige dingen moeten gebeuren, hè? Volg. Ik Ik ben weer thuis, mensen. Waar is die andere sok? Oh, hier. En de lessen zijn weer zo saai, jongen. Weet je wat het saai maakt, die lessen? Dat ze gewoon dingen behandelen die gewoon letterlijk zo in je boek staat. Je leest het gewoon zo. Ze lezen het gewoon voor. Dan is het echt saai, man. Maar ja, ik wil niks zeggen, weet je. Ik hoef geen aandacht op mij te trekken daar zo. Krijg ik zelfs een beurt of iets. Yo, kan je dat vertellen? Nee, laat mij met rust, alsjeblieft. Doe ook maar hun weg, ik heb mensen. Ik kan ze niks kwalijk nemen, hè. Maar goed, ik ben nu thuis. Ik heb een snel roddel gedaan. Roddel voor de mensen die weten wat het is, betekent wassing. Zodat je je gebed kan verrichten, want het is vrijdag, Jumaa. Dat betekent dat we naar de moskee gaan. Dat betekent dat ik naar de moskee ga. Als ik die schoenen aankrijg. En daar ga ik ook nu naartoe. Volg! Ja mensen, ik was in slaap gevallen. En ik heb een matras hier in de woonkamer neergezet, zoals jullie zien. Een beetje politie op jullie kijken. En ja, lekker eten nu. Oeh, lekker eten, patatje bij Johanna, zo lekker. Yes mensen. Hoe ik zo lach, dacht ik van, hey, ik heb niet echt drinken in huis. Dus ik ga vanavond nog even wat drinken halen. En wat drinken in huis kogen. Kijk die haartjes op mijn kin mensen. Ik heb een paar van die gelukshaartjes, die zilveren. Ze zijn niet grijs, ze zijn zilver. Nee, ze zijn zilver. Oeh, regen. Oh, je ziet niet regen. Ik zat er laatst over na te denken. En ik kwam erachter dat ik best wel lang geen prank call heb gedaan. Dus ik ga nu, ik heb mijn nummer op geen nummerherkenning zeg maar gezet. En ik ga nu gewoon een aantal mensen anoniem bellen. En kijken hoe ze dan reageren. Kijk, wie ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen denk ik met Nessim. Misschien slaapt hij al. Het is al bijna 1 uur. Oké, Nessie, we gaan die opnemen. Gaan we de volgende proberen. En dan proberen we wel Algie. Ja? Ik hoor je niet eens goed, Rozen. Wacht, zie je mijn nummer? Nee. Hoe weet je dat ik het ben dan? Ik weet niet dat jij het bent. Wie ben ik dan? Jezus. Ik probeerde jou te prankcallen. Oké, niet gelukt. Naar de volgende, doei. Doei. Hé,
Ik ga mijn neef proberen te bellen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, is het gek met de Agnes? Hallo? 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 Goedenavond, spreek ik met de heer Knoes? Goedenavond, spreek ik met de heer Knoes? Oké, hij reageert niet, hij blijft stil. Nog een keer, gelijk nog een keer. Goedenavond, spreek ik met de heer Knoes? Uh-huh. Ik heb voor u een vraag. Klopt het dat u op uw adres meerdere heeft staan wonen? Nee. Oké, ik heb het vernomen van een vriend van me, want zoals jullie dat misschien al weten, komen we langs huizen. En ik kan niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel aangeven dat wij binnenkort langs je gaan komen. Uh-huh. Dat u dat alvast weet. De reden waarom we anoniem bellen en ze op dit late tijdstip bellen, dat doen we puur om te kijken of ze wel thuis zijn. Wij staan op dit moment voor uw deur. Mm-hmm. We zien geen lichten aan, we zien helemaal niks aan. Dus bent u al naar bed gegaan? Die heeft hem bang gemaakt. Weet je wat? Ik ga nu gewoon bezorgen dingen proberen te pranken. Even kijken. Hier, ik heb hier een nummer van een avondwinkel. Hele goedenavond. Ik heb een vraagje. Klopt het dat jullie alcohol ook bezorgen? Ja, wij bezorgen alleen maar. Oké, jullie bezorgen alleen maar. Jullie zijn niet gevestigd ergens of zo waar je langs kan gaan. Ja, tot 10 uur 's avonds. En na 10 uur 's avonds gaan we online verder. Oh, oké, op die manier. Ja, ik heb dit nummer van mijn vriend gekregen. Die zegt dat ik gewoon bier kan bestellen, zeg maar. Ja, klopt. Oké, ik heb misschien een aparte vraag voor u, maar ik weet niet of jullie dat misschien daar zo hebben. Hebben jullie halterbier? Halterbier? Ja, halterbier, ja. Nee, hebben we niet. Heeft u niet? Dat zijn zeg maar van die rode flesjes. En daar staat heel groot halter op. Hebben jullie dat? Oké, dan misschien hebben jullie wel liqueur, zeg maar, liqueur halters. Nee, we hebben helemaal niks wat met halter te maken. Oké, oh ja, dat is wel lastig. Oké, hebben jullie wel halal bier? Met twee A's? Nee, hebben we ook niet. Hebben jullie dat ook niet? Oh, wacht even. John! Ze hebben geen haltje bier en ook geen halal bier. Ja, ik weet niet wat ik dan moet bestellen. Oké, en hebben jullie wel gewoon van die een wat die hoe zeg je dat nou? Die ronde ding. Kennen jullie dat? Die ronde hoe heet dat nou, joh? John, hoe heet dat ronde ding? Oh! Hebben jullie jampotten? Hallo? Ja, hallo? Luisterde u wel? Ja, ik luister wel, maar het is op dit moment druk. Kan je wel zeggen wat wij wel hebben? Misschien is dat handiger. Ja, wat heeft u allemaal? We hebben Belgisch bier en we hebben Heineken. We hebben Hertog Jan, Amstel. Maar is Heineken niet verboden vanwege Willem Holleder? Dat weet ik niet of dat verboden is. Maar Oké, ja, dan moet ik helaas verder zoeken. Sorry dat ik u heb gestoord. Ik wens je heel veel succes. Ja. En laat me weten als je iets gevonden hebt. Ook. Ben heel benieuwd. Is goed. Vooral naar hallo bier. Ja, met twee A's, hè? Niet die hallo van die van. Nee, snap je? Nee, is goed. Fijne avond. Hey, fijne avond, hè? Dankjewel.
Nou mensen, ze hadden dus geen halal bier meer, helaas, jammer. In ieder geval, dit is het einde van de vlog. Vond je deze vlog nou leuk, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet om hieronder een reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... niet met dat. Wel met dit. Pauw!